welkom bij deze nieuwe super leuke video. Ik ga vandaag mezelf transformeren in een ander persoon. Wat jullie nu zien is gewoon ikke. Dit is helemaal puur natuur. Ik heb zelfs mijn wenkbrauwen niet eens gedaan, terwijl ik die normaal altijd al heb gedaan voordat ik de video begin. Dit is helemaal mijn puur nature gezichtje. Het is ook mijn echte haar. Mijn natuurlijke haar is wel krullen. Ik heb het wel gesteld, maar geen extensions, niks. Het is gewoon allemaal mijn echte haar. Dus dit is gewoon de persoon die ik ben als ik in de ochtend opsta. En ik ga dus vandaag er een missie van maken om mezelf te veranderen in een totaal andere persoon. Echt andere haren, andere ogen. Ik ga zelfs proberen om mijn gezicht, botstructuur een beetje te veranderen. Dus ik heb hier allemaal leuke spulletjes die mij daarmee kunnen gaan helpen. Ik heb deze video gezien bij Sofadas Nails echt een hele lange tijd geleden, echt weken geleden, waarin zij zich omtoverde ook in een heel andere persoon. Echt het omgekeerde van wat ze is. En dat wil ik nou ook gaan doen met mezelf. Dus ik ben super benieuwd. Ik test mijn video's nooit van tevoren of zo. Ik maak altijd gewoon gelijk de video. Dus ik ben benieuwd in hoever ik mezelf kan veranderen in een andere persoon. Ik heb dit nog nooit gedaan. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, wat ik als eerste ga doen is mijn oogkleur veranderen. Zoals je ziet heb ik super donkere bruine ogen. Ze zijn echt bijna zwart. Zo donker zijn mijn ogen. En wat is het omgekeerde van dat hele lichte ogen? Dus ik heb hier lenzen van Alice Lenses. Ik heb ze in de kleur Pearl. Die zijn heel licht grijsblauw. En dat is wel echt het tegenovergestelde van mijn normale oogkleur. Dus die ga ik nou eventjes indoen. Nou, oogkleur kan echt al zoveel veranderen in één keer. Ik zet by the way weer gewoon alles wat ik vandaag gebruik onder de video in de beschrijving. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen met de NYX Cosmetics Micro Brow Pencil in de kleur 6 Black. Dit is de donkste kleur. Dan pak ik mijn Benefit Foolproof Brow Poeder in de kleur 5. Dat is dus deze kleur. En ik gebruik altijd de donkste kleur. Deze lichte kleur gebruik ik eigenlijk nooit. En hiermee ga ik gewoon mijn hele wenkbrauwen inkleuren. Als ik mijn wenkbrauwen inkleur met een potlood, dan wordt het altijd te hard. Vandaar dat ik dat doe met deze poeder. En dan pak ik mijn Revolution Concealer om mijn wenkbrauw strak te maken. En dan pak ik mijn Benefit Gimme Brow. Dit is een wenkbrauwborsteltje. Ook in de kleur 5. Ook weer de donkste kleur. En daarmee ga ik mijn wenkbrauw een beetje borstelen. Nou, omdat ik mezelf vandaag helemaal transformeer, gaan we een heftige ooglook maken. Dus ik ga eerst beginnen met de ogen. Ik ga ze eerst primen met de W7 I Got The Power Eyeshadow Primer. En deze breng ik aan over mijn hele ooglid tot aan mijn wenkbrauw. Oké, ik ga vandaag een volledige cut crease maken en een best wel heftige look. Dus ik ga de Afrique palette van Juvia's Place gebruiken. Deze heb ik nog nooit gebruikt, wordt de eerste keer, maar ik heb meerdere paletjes van dit merk en ik vind ze echt allemaal geweldig, dus deze vast ook. Ik heb hem van Smuk Cosmetics, staat in de beschrijving. Ik heb ook een kortingscode voor daar, mocht je die willen. En ja, ik ga hier even iets leuks van maken. Ik pak eerst deze felgele kleur in het paletje, die heet Aya. En met de fluffy kwast ga ik die hier aanbrengen in mijn crease bij mijn binnenste ooghoek. Dus echt alleen maar hier in het begin en best wel hoog, echt aan mijn wenkbrauw. Dan pak ik deze matte oranje kleur, die heet Dakar. En met dezelfde kwast ga ik die ernaast aanbrengen. En ik blijf echt weer heel erg hoog, weer bij de wenkbrauw. Ik ga niet helemaal tot aan buiten, ik blijf een beetje hier. En dan als laatste kleur pak ik deze matte prachtige bruine kleur. Die heet Cameroon. En die doe ik aan de buitenkant. Jullie denken nou echt van, wat is zij allemaal aan het doen? Maar het komt goed, hopelijk. Dan pak ik mijn Nabla Close-Up Concealer in de kleur Ivory. En die ga ik gebruiken om de cut crease te maken. Oké, de heftige cut creases zijn gemaakt. Ik ben nu even aan het afpoederen met wat losse poeder. Want concealer is altijd best wel vloeibaar en nat. Je kunt ook zien dat ik hier niet echt in mijn binnenste ooghoek ben begonnen. Maar echt een stuk daarboven. En dat is allemaal om het heftiger te maken. Een beetje drag queen-achtig. Dan pak ik deze prachtige glanzende gouden kleur. Die heet Kofi. En deze ga ik op mijn gehele ooglid aanbrengen. Waar de cut crease helemaal gewoon zit. Deze kleur heeft echt intens veel fallout. Kijk dit helemaal. Dit is allemaal fallout. In principe maakt het niet uit als je maar gewoon eerst begint met je ogen. Dan pak ik de W7 Metal Flash Glitter Eyeliner. Deze is goud. Dit is in de kleur Glitzy. En ik ga hiermee over de hele cut crease lijn. Dus niet over mijn hele ooglid, maar echt alleen over de lijn van zo'n glitterrand.
En ik ga echt helemaal hier tot aan buiten. Oké, ik ga even deze fallout een beetje schoonmaken met een make-up doekje. Want het is echt way too much. Normaal doe ik dat pas als ik de eyeliner heb gezet. Maar omdat er nou zoveel is, doe ik het gewoon nou ook eventjes snel. En dan straks weer. Dan pak ik mijn Catrice Liquid Eyeliner om mijn wing te maken. Oké, de heftige wing is gemaakt zoals je kunt zien. En nu ga ik het hier weer opruimen onder de wing. En zo kan ik ook gelijk de wing iets strakker maken. Voor mascara gebruik ik mijn groene Prinses Mascara van Essence. Want de F. Ik bedoel van Essence, hele betaalbare goede mascara om je wimpers lang te maken. En dan ga ik ook nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou mijn hele mega wimpers zitten erop. Dit zijn Queen Tarsi wimpers in Jasmine, mijn favoriete heftige wimpers. Nou stoppen we even met de ogen en gaan we verder met de huid. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Mijn huid is weer een beetje aan de droge kant, dus ik ga de LOV Aura Glow Primer gebruiken. Die is heel dewy en die hydrateert de huid heel goed. Oké, dan foundation. Ik wil ook mijn huid transformeren, dus ik wil donkerder zijn. Dus ik ga een te donkere foundation opdoen. Ik ben echt benieuwd hoe dit wordt. Ik ga de L'Oreal Infallible 24 Hours Matte Foundation gebruiken in de kleur Amber. Dit is 32 Amber. Deze is veel te bruin-rood voor mij. Maar ook weer niet te. Dus ik denk dat ik het wel kan doen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik gebruik gewoon mijn Queen Tarsi spons. Kijk, deze is echt te donker voor mij. Was dit maar gewoon mijn echte kleur. Ik vind dit zo mooi, zo bruin. Ik heb ook niet een te donkere kleur gepakt. Want ik wil wel dat het een beetje realistisch blijft. Dus ja, het is gewoon een paar tinten donkerder dan mijn normale huidskleur. Ik breng het ook helemaal tot aan mijn nek, anders is die wit en mijn gezicht bruin. En ik ga echt best wel laag. Gewoon alles wat je kunt zien, maak ik bruin. En mensen, onthoud, dit is allemaal gewoon voor de lol. Oké, normaal gebruik ik voor concealer altijd een hele lichte kleur. Maar ik ben nu een stuk donkerder, dus ik gebruik nog wel een lichte kleur, maar iets donkerder. Dit is de Maybelline Fit Me Concealer. En ik heb hem in de kleur 20. Dit is ongeveer 1 tint donkerder dan wat ik normaal gebruik. Ook niet heel veel, nog wel echt een stuk lichter dan de foundation. Maar dat heb ik zo altijd, dat vind ik mooi. Ik breng het ook echt helemaal zo hoog, zodat ik echt zo'n gefacelift effect krijg. Dit doe ik normaal niet, ik breng het normaal niet zo hoog. En op mijn neus, om straks mijn neus wat dunner te maken. Dan ook weer bij de kin en voorhoofd en een streep. Op mijn neus. Ik ga ook cream contouren met mijn Kiko Contour Stick in de kleur 201. Ik ga best wel heftig contouren. Ik wil een kleiner voorhoofd. Dus ik ga daar best wel veel doen en ook best wel laag. Ik wil altijd een kleiner voorhoofd. Dan breng ik het ook hier aan. En ik ga best wel ver naar beneden. En dan een beetje zo omlaag. Net een skeletachtig. En dat doe ik om mijn gezicht een stuk smaller te maken. Normaal doe ik het gewoon zo. Maar nu trek ik het dus zo door. Ook onder mijn lip. Om mijn lippen straks wat dikker te maken. Hier bij mijn kaak. Om meer kaak te creëren. En ook mijn neus. Ik pak een beetje met een kwastje. En ik breng het zo aan bij mijn neus. Om mijn neus smaller te maken natuurlijk. Nou, ik heb nog echt veel make-up op. Dan pak ik mijn spons weer en ik ga eerst beginnen met het donkere gedeelte. Dus echt met de contour en die ga ik zo inblenden in mijn huid. Deze contourstick is echt super fijn, want hij blendt heel makkelijk in de huid. Dus daarom vind ik deze altijd zo fijn om te gebruiken. Kijk, als ik nou zo kijk, je kunt echt zo een schaduw zien tot hier. Dat geeft je een beetje een skeletachtige, smalle gezicht. En omdat mijn voorhoofd een heel groot oppervlakte is, blend ik die uit met de onderkant van mijn spons. Dan met de andere kant van de spons ga ik de concealer uitblenden. En dan als laatste mijn neus. Daar wacht ik altijd mee tot aan het laatste. En ik begin met de contourstrepen. En dan ga ik langzaam blenden over de concealer heen en samen met de concealer.
Dan pak ik mijn Ethos contourpoeder in de kleur Light Medium. Daarmee ga ik ook nog even mijn gezicht contouren. Ik ga gewoon lichtjes over de cream contour heen. Ik pak niet te veel, omdat het anders wel echt te veel wordt. En dit zorgt er ook voor dat de contour gewoon goed zet. En ook mijn neus, die ga ik ook nog even contouren met deze contourpoeder. Dan pak ik mijn B7 Banana Dreams en dan ga ik baken. En aangezien ik een normale tot droge huid heb, haal ik de baker er altijd weer gelijk vanaf. Ik doe altijd pas als laatste onder mijn ogen weghalen. Dan pak ik mijn Essence Brighten Up poeder die kapot is. En dit ga ik ook nog onder mijn ogen doen om het nog iets lichter te maken daar. Deze foundation is by the way heel erg mooi. Ik heb die nog nooit gebruikt omdat hij dus niet de goede kleur was. Maar hij is mat, maar nee, hij maakt mijn gezicht niet droog. Mijn gezicht is gewoon heel mooi egaal. Ik vind deze heel mooi. Ik ga hem denk ik in de goede kleur nog halen. Dan even een beetje MAC Fix Plus. Oké, dan gaan we weer even snel verder met de ogen, dus aan de onderkant. Dan pak ik deze oranje matte kleur, die heet Dakar. En die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand, maar ik ga hem hier... ik ga een andere ooghoek creëren, of hoe ik het ook moet noemen. Dus ik pak zo'n kwast, angled brush. En dan ga ik hier zo een nieuwe ooghoek creëren. En dan ook bij dit oog. En dan breng ik het voor de rest gewoon aan over de hele onderste wimperrand. En dan pak ik weer die bruine matte kleur, Cameroon. En daarmee ga ik ook over de onderste wimperrand om het te blenden met die andere kleur. Om mijn ogen groter te doen lijken ga ik een lichte crème kleur in mijn waterlijn doen. Dit is de Rimmel London Scandal Eyes oogpotlood in de kleur 005 Nude. Dit is echt mijn favoriete nude potlood. Hij is super gepigmenteerd, dus ik gebruik eigenlijk altijd deze. Je kunt ook wit doen hier, maar ik vind altijd wit iets te. Dat lijkt ook altijd iets te veel op een pop, te nep. En als je een crème kleur doet, lijkt het iets meer natuurlijk. En dan pak ik weer die gouden glitter eyeliner. En hier in mijn binnenste ooghoek, waar ik niks heb gedaan, ga ik een beetje van deze glitter aanbrengen. En dan nog een beetje mascara op de onderste wimpers. En dan zijn we klaar met de ogen. Nou, ik heb echt mijn best gedaan om mijn ogen zoveel mogelijk te transformeren als kan. Ik denk dat het wel enigszins is gelukt. Mijn gezicht heb ik ook geprobeerd om iets smaller te maken. Iets meer skeletachtig. Ik ben nog niet tevreden eigenlijk. En ik ga even iets meer aanbrengen. Het mag vandaag allemaal best wel veel. Dan blush. Ik gebruik mijn Rimmel London Maxi Blush in de kleur... 04 Sweet Cheeks. En ook hiervan ga ik best wel veel aanbrengen. Ik ga ook hier veel aanbrengen hier bij de appeltjes van mijn wangen. Om ze iets ronder te maken. Waardoor het lijkt alsof ik iets meer bollere wangetjes heb. Dan pak ik weer mijn W7 poeder. En dan ga ik even hier mijn contour mooi scherp maken. En dan haal ik het er ook weer gelijk van af. Ik besef me net dat ik gewoon ben vergeten om te bronzen. Like, what the F. Ik ga mijn MAC Give Me Sun bronzer gebruiken. En aangezien ik nou ook een stuk donkerder ben, ga ik ook weer lekker veel bronzen. Het is echt zo raar om mezelf zo te zien. Oh my god, wat is dit? Dan alleen nog mijn lippen. Ik wil lekker volle lippen, dus we gaan lekker overlijnen. Ik ga deze drie lipproducten van Colourpop gebruiken. Als je mijn Colourpop video hebt gezien, dit is van de Wet bundel. Dit is dus een bundel met deze drie lippotloodje, lipstick en een lipgloss. En deze ga ik even gebruiken. Dit is echt super mooie nude kleur. En ik ga proberen mijn lippen een beetje een andere vorm te geven. Een beetje meer boller. Dan breng ik de liquid lipstick in het midden aan. Dit is geen matte liquid lipstick. Deze is satijn. Het is een hele mooie peachy kleur. En dan de gloss er als laatste overheen. Door een gloss lijken je lippen nog voller. Ik vind mijn lippen zo best mooi. Ze zijn zo lekker vol. Love it. En dan als laatste ook nog highlighter. Was ik ook weer vergeten. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Bronzer vergeten, highlighter vergeten. Ik gebruik de Huda Beauty 3D Gold Highlighter Palet. En ik gebruik deze kleur. En dan gaan we ook weer lekker veel highlighten. Dit is zo'n mooie gouden kleur. Oh my god. Ook een beetje hier. En ook een beetje op mijn neus. En een beetje onder mijn wenkbrauwen. Mensen, ik ben echt net zo'n drag queen. En I like it. Ik vind het echt best wel mooi. Nou, even een beetje fixing spray. Ik gebruik de Revolution Hyaluronic Fix Setting Spray. Oké, nu komt de rest van de metamorfose. Ik ga eerst een andere trui aandoen. Zo, andere trui is aan.
Dan heb ik hier van Claire's een neppe neuspiercing. Voor alle mensen die me al vanaf het begin van mijn kanaal volgen, die hebben gezien dat ik altijd een neuspiercing had. Precies zo, zo'n ringetje had ik. Hier zo, je ziet hier nog het gaatje. En die heb ik na een tijd uitgedaan, want ik was er klaar mee. And now we are going back to the old times. Ik heb hem van Claire's, hij was 6 euro, best duur, maar whatever. Ik ga hem even indoen. Ik hoop dat ik hem pas of zo. Tenminste, iedereen moet die gewoon passen, toch? Hij is ook echt best wel klein. Die ik toen had, de echte, was ook heel klein. Want ik wil mooi dat ze zo groot opvallen. Gewoon zo klein vind ik wel mooi. En dan zo dicht knijpen. Oké, ik vind hem nog best wel groot. Hier zitten ook van die diamantjes. Dat leek mij wel cute. Oké, de neuspiercing is in. Nou gaan we verder met de haren. Ja mensen, ook mijn haar wordt anders. En wat is het tegenovergestelde van bruin? Blond. Dus ik heb hier een blonde pruik. Ik heb die gekocht van de AliExpress. Ik zet ook weer die link onder de video in de beschrijving. Hij was iets van 30 euro. Niet heel duur. Het is gewoon synthetisch haar. Geen echte haren natuurlijk. En hij is echt blond. Niet eens donkerblond. Het is gewoon echt licht blond. En het heeft zo hier zo'n gaas. Het is een lace wig. Dus dan is het alsof het uit je hoofd komt. Er zit ook een wig cap bij. Dat is wel fijn. Daar kun je dan je haren in doen. Ik heb hier van die hele grote speldjes. En ik zet dan eerst zo hier één speldje. En hier een speldje. En dan doe ik mijn haar zo omhoog. En dat zet ik dan ook weer vast met speldjes. Ik doe het nu niet perfect, want het is alleen voor de video. Maar als je echt een pruik wilt opdoen, echt de hele dag, moet je dit wel iets meer secuur doen. En zorg ervoor dat je haar er goed in zet. Oké, omdat dit dus een lace wig is, heb je hier van die gaas. En die moet je gewoon knippen tot aan de rand. Hij viel bijna. Dus dat ga ik eerst eventjes snel doen. Ik vind blond mij best goed staan. Ik ben ooit blond geweest. Gewoon mijn echte haar was echt zo'n kleur blond. Ik zal ook wel foto's hier in beeld brengen. Dat is echt super anders. Oké, dan de volgende stap. Pruiken lijken altijd een beetje nep. Omdat er gewoon te veel haar zit bij de scheidingen en zo. Echte haren hebben dat niet. Dus pak je een pincet. En dan ga je gewoon bij de grens een paar plukken wegplukken. Een paar plukken wegplukken. Om het wat minder dense te maken. Wat minder heftig. Oké, mensen. Nou, dit was het dan. Dit was mijn transformatie. Ik vind het best wel goed gelukt. Ik vind het heel leuk. Ik heb andere haren. Ik heb een neuspiercing. Andere kleur ogen. Ik heb mijn ogen ook wat groter gemaakt. Mijn lippen voller. Mijn huidskleur donkerder. Mijn gezicht wat smaller. Ik heb echt mijn best gedaan om mezelf zoveel mogelijk te transformeren als kan. Ik vond dit echt zo leuk om te doen. Ik vind dat ik er nog best wel goed uitzie. Ik had van tevoren een beetje verwacht dat de transformatie echt mij wat minder knap zou maken. Maar ik vind het op zich allemaal nog best wel mooi. Het is wel super, super heftig. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik vind ook dat dit wel, ja, best wel goed is gelukt. Ik had de pruik iets echter kunnen laten lijken. Maar het kost super veel tijd om dat te doen. Dus ain't nobody got time. Na dit al 2 uur te zitten doen. Om dat nog te gaan doen. Want dit soort video's duren super lang. Ik zit hier al bijna 3 uur. Dus ja, dat is best wel lang. Laat me vooral weten wat jullie ervan vinden. Vinden jullie blond mij staan? Ja, ik vond het echt heel leuk om dit te doen. Ik hoop dat jullie je ook hebben vermaakt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik zal hier ook 2 video's plaatsen die je ook kunt gaan kijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg!